We zijn in Drenthe, Zuidwolde, bij twee hele enthousiaste fietsstaptrainers, Remco en Astrid. En ze gaan vandaag de groepsles geven. Fietsstap is een combinatie van lichaam en geest. En om die lichaam en geest te verbinden hebben we ook nog een heel apart onderdeel wat het programma een beetje speciaal maakt. En dat is cognitieve fitness. Fitstap helpt gewoon om meer te bewegen, want je hebt dus een programma van 3 maanden. En na die 3 maanden zit het zo in je structuur dat je eigenlijk niet anders meer wil. Dat je gewoon echt wil bewegen. En dat is eigenlijk de kracht van dit programma. Met de doelgroep is het eigenlijk dusdanig dat mensen het gewoon heel leuk vinden. In het begin is het, als er de eerste trainingen er zijn, dan is er nog wat aftasten. Maar dan zie je de groep ontstaan en je ziet mensen echt fitter worden. Dat is het mooiste. Ik ben bij de fitstapgroep gekomen doordat een vriendin het te horen kreeg via de fysio. Dat het goed was voor haar benen om deze wandelingen te doen. En toen hebben we een proefles gehad en toen waren we meteen enthousiast. Het leuke is dat je niet alleen wandelt en leert wandelen, maar ook oefeningen tussendoor doet. Cognitieve oefeningen, leuke spelletjes wat heel hilarisch is, maar ook mindfulness. Dus ja, het is heel afwisselend en heel erg leuk. Wat zo mooi is aan Fitstap is dat het echt heel laagdrempelig is. In kleine stapjes ga je je leefstijl gewoon aanpassen. We merkten bij de bond dat we best wel programma's hadden voor de recreatieve wandelaar. We hebben ook heel veel voor de competitieve wandelaar. Maar we wilden juist die mensen bereiken die te weinig bewegen. En dat noemen wij de gezondheidswandelaar. En die gezondheidswandelaar, daar is Fitstap voor bedoeld.